Matsen, vriend. Wie zal is hier, dat weet ik. Maar ja. wat komen we hier doen? Is een keer niet voor de toppers anders, hè? Nee, maar je weet wat we hier komen doen, toch? Nou ja, we hebben de contact gehad met de Goldtrekkers. Ja. Een van de weinige kapellen nog in Zwolle, want het gaat minder. Ja, dat zit en minder. En die repeteert hier op de vrijdagavond. En er was toch geen carnavalsactiviteit. Is dat wat gebeurd dan? Dat getoeter, dat bent de Goldtrekkers. Oh. Zou je schikken of je er eens hier te pakken kunt grillen, die wat meer iets vertellen? Want knolletrekkers, mensen zijn binnen knol weer trok. Ja, hier zo op land in Schelle, hè. Wie gaat vooral? Wie gaat hem kicken? Nou, hier in zaal 2. Zaal 2, hè. Allerbeste, hè? Nou, kijk eens af. En CEO bij de knolletrekkers. Inderdaad. Ik denk hè, dat dat de belangrijkste man is, want die ziet veel. Nee, die ziet helemaal veel. Dat is de regulateur, hè? Is dat de regulateur? Ja, maar ik ben nog gelijk, hoor. Ik ben een muzikale man. Zonder een muzikale man, dan, nou ja. Maar dan kun je ook zien dat het een hupsie elke keer, hè? Maar leuk dat je bij de knolletrekkers bent. Maar de knolletrekkers, ben jullie fun bij de knol of ben jullie de werkom bij de knol? Of hoe kom je dan hier naar? Ja, vroeger waren we natuurlijk een boerenkapel, hè. Het kwam inderdaad van de suikerbieten, van de knol. Ja, we praten in ieder geval heel netjes, hè. Ja. U schellen en dan, en dan nog ABN dus, praten. Ja, dus als boerenkapel begonnen, maar inmiddels dat boeren is er een beetje vanaf. Maar ja, alleen nog maar een kapel. Blaaskapel, de knolletrekkers, dat nog wel steeds. Ja, ja. Ah, mooi. En 15, 16, 17 man? Is iedereen er? Nee, ja, dat is vandaag. Als we compleet zijn, dan hebben we zo 22 speelende leden. Oké. Okay. Dus maar er zijn een aantal die weer een slechte weer, denk ik. Het is een bang uitgeleiding onderweg, zo, die zijn afgehaakt. We zijn bij onze Hans alles van. Ja. Zie nu ook met het Hansie de Glier. Ja, ja. Goed. Zo heb je bijnaam zat, hè? Ja. Maar repertoires, van Corrie en de Reek, als dat dan, hoe heet die man ook weer? André Riol? Nou, die hebben we niet, maar ja, het is breed. Dus moderne muziek. We zijn nu bezig voor de carnaval, dus dan gooien we weer wat ouderwetse carnavalmuziek doorheen. En van de zomer dan hebben we weer wat modernere muziek voor op terrasjes en zo. Dus dan, maar jullie gaan ook dus al je blaaskapellen festivals af in de regio? Niet alle, maar we gaan naar een paar van dat soort festivals, ja, zeker. En dat doet de regulateur weer. Die regelt ja, ik mag het dan regelen, maar ja, goed, het is altijd een beetje een kwestie van aanbod, hè. Wat er is. En dan kijken we met elkaar van, goh, wanneer kunnen we. En wat vinden we leuk? Want dat is vooral ook heel belangrijk. We willen gewoon echt altijd ergens naartoe gaan waar we het ook echt leuk vinden. Want het is vooral met elkaar altijd ontzettend gezellig. En dat is ook wel een van onze drijfveren. Waarop we dan ook met elkaar best wel leuke muziek kunnen maken. Ja, dus, want meedoen is belangrijker als winnen. Nou ja, dat is wel altijd een gezelligheid. Dat moet er wel bij, hè? Ja, boven het En iedereen is natuurlijk met zijn werk. Alhoewel. Soms gewoon niet. Je hebt ook een B-baan. Er zijn ook wel mensen die zijn wat meer gestopt met werken. Ja. Maar dat is juist mooi, hè? Daar we altijd gaan. Maar we kijken nu ook persoonlijk aan. Eigenlijk van 16, 17, 18 tot 65 plus. Alles kan bij de knollentrekkers. Ja. En dat kan ook allemaal goed met elkaar overweg. En je kunt prima met elkaar een bouwtje maken en een biertje drinken. En dat is juist leuk. Ja, maar dat is biertje drinken doen niet zo vaak, hoor. Maar. Koffie, op gepaste tijd. Nee, want ik heb al gezien, was koffie en thee. Ja, we doen net als je koffie aan de beurt. Zo ben je wel, hè? Mag alleen nog ophaald worden. Maar verse kun je niet meer, Hans. Nee, verse gaan we niet af. Maar jullie doen dus buiten de carnaval, zitten jullie ook nog in andere contraien? Zeker. Zomer wel een deur? Eigenlijk is de buiten de carnaval wel onze hoofdmoot. De carnaval hebben we meestal 3 à 4 optredens. En door het hele jaar heen doen we zo'n 25 optredens. Dus ja, dat is variërend van een barrière hooghuis die vraagt of we daar even willen komen spelen. Tot een avondvierdaagse, een braderie, het kan een sportwedstrijd zijn, echt van alles en nog wat. Ja, de marathon en de Pieterband, hè? En de Pieterband, ja, daar zijn we 2 jaar geleden mee begonnen. Ja. Pieterband. De Pieterband, dus vanaf half oktober dan krabt iedereen een keer door het schoorsteen heen. En dan gaan we weer als Piet naar Nederland. En dan, hebben we afgelopen jaar met heel veel plezier gedaan. Ik denk achter zo, wat zie je dan? Je moet denk ik wel op een zak naar het in de schoorsteen. Die kunnen dus gewoon. Maar jullie bent, wat ik begreep, met de oudste kapel van Zwolle, toch? Zeker, ja. Precies het moment van oprichting, dat is een beetje vaag, maar ergens
begin jaren 70, 1970, 71 zijn we gestart. Waarschijnlijk een keer later maand. Ja, met als doel om wat extra geld bij elkaar te blazen voor de vereniging Kunst en Arbeid. Ja, maar daar komen jullie uit voort, hè? Of tenminste, daar komen jullie uit voort, maar jullie zijn dus een onderdeel van Kunst en Arbeid. Ja, en de meeste. 69. Oh, kijk, 69, kijk, ik ken hem weer. Dat is het veel daar, maar die ongediende ben je, hè? Ja. Nee, maar de meeste muzikanten spelen ook nog bij de vereniging. Niet allemaal, maar de meeste wel. En het is nog steeds een doel om geld. Het geld wat we ermee verdienen, dat gaat naar de vereniging. Wordt weer besteed aan instrumenten. En niet aan bier? Nee, dat hoeft me ook niet. Zelf. Dat betalen we om een deelzak. Ja, of we zorgen dat we het krijgen, hè? Ja. Dat is ook een mooie. We hebben anders voor de onderhandeling. Sponsor per munt. Dat is het mooiste. Ja. Maar goed, met carnaval, waar zitten jullie met carnaval? Nou, we beginnen vrijdagavond hier in CIO met de mensen met een beperking. Die hebben hier de looptrappen samen. Dus, nou ja, je weet er alles van. Hoezo, wie zien dan dat? Dat is een doelgroep, hè? Dat is een looptrappen. Dat is een opdrachtgever, hè? Dus als hij een beperking heeft, dan weet ik niet dat. Ben je slecht af met zo'n opdrachtgever, want betaalde het dan niet, hè? Ja, meer. Dat ging dan hier, hè? En zo werkt het gewoon. Dat is liever werk op papier, dat optreedt. Dat kan ik me wel voorstellen. En zaterdag willen we nog even kijken, misschien in de middag in de stad, op een gelegenheid gaan. Zondag gaan we in de Voorstraat spelen. Daar heeft een aantal kochies hebben daar wat georganiseerd. Dus dan gaan we daar muziek maken. Maandag hebben we een rustavond en dinsdagavond gaan we beginnen met de Kaninebeltes in Westnol. Gaan we even een. Ik niet, maar de meeste een haantje happen. Waardoor ben je inmiddels ook al een beetje hofgeballig geworden, hè? Ja, sterker nog, we zijn nu al een jaar of 6, 7 denk ik alweer. Eigenlijk zijn we de vaste kapel bij het Kaninebeltes. Dus dat doen we dan naast Tonnes Otters. En we hebben door de jaren heen al heel wat carnavalsverenigingen versleten. Carnavalsverenigingen die ermee opgehouden zijn. Of, ja, dat kwam door jullie of? Ja, dat zal wel de oorzaak geweest zijn inderdaad. Maar, te duur. Dat denk ik wel. Maar goed, het moet er ergens uitkomen. Dus, Nee, maar het is hartstikke leuk, jongens. Ik vond het leuk. Ja, wie kon nog niet weg, hoor. Nee, ik wil er even 17 euro aan blazen en zo.
schelter. En nou het dak erop, hè? Die heb ik voor een week plezier gehad hier. Wat mooi stukje in de knolentrekkers. Dat bedoel ik. Maar die moet stukken dus. Dus goed erbij. Schoeps erbij. Dus, nou, wie ziet ze weer? Ben ik nu wel de zwans, hè? Ja. Dan met alles in, als vlekkeloos verloopt. Ja, maar dat durven we. Dat doen we. Ik geloof het. Als Erik zo tekeer ziet gewoon. Ja, oh, dan kunnen we het nog. Strenger. Die heeft de wind eronder. Alcohol pas dan aan de vuur. Heel verstandig. Dat bedoel ik. Dus we gaan ook nog eens doen. Ja, want we hebben meer visie. Wel, met een weer een visie. Van de Gleum. Ja, in de Bolder. In de Bolder. Wel, om 2 uur weer. Nou, dan vlieg naar bedden. Vandaag weer. Nou, kom maar. Heerlijk.